Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft vanmorgen een eendaagse training georganiseerd met als thema Introduction to the Oil and Gas Industry Course. Het ministerie doet dit samen met de One Basin Three Nations, OBTN, en Business Match Business Group, NV. Deze eendaagse training is bedoeld om de introductie van nieuwkomers in de olieindustrie en gasindustrie te ondersteunen. Gezien de ontwikkelingen in ons buurland Guyana en in Suriname is de focus van het ministerie op het verschaffen van informatie aan ondernemers, zegt minister Stephen Tsang van HINT. Sommigen beseffen nog niet de impact, wat de impact gaat zijn van de ontwikkelingen in ons buurland. Met het begin van de productie in 2020 starten ze met een ruwweg van $50 miljoen per dag. Met de productie. Kunt u zich dat voorstellen, $50 miljoen per dag. Helaas gaat veel van die revenue naar Exxon Mobil en niet naar Guyana. Maar desalniettemin betekent dat een hele grote boost voor de economie in de regio. Vooral de spin-off van deze ontwikkeling voor alle sectoren is niet te onderschatten. De olie- en gasindustrie heeft de potentie om een snel groeiende business te worden in Suriname en in de regio. Hoewel aardolie het tweede exportproduct is van Suriname, komen de lokale, kleine en middelgrote ondernemingen niet altijd aan bod om een steentje bij te dragen. Om als steun te dienen voor de introductie van nieuwkomers op de olie- en gasindustrie, heeft dit programma een helder beeld van industrie-specifieke functionaliteiten. Volgens Leopoldo Enriquez, olie- en gasexpert van OBTN, hebben de activiteiten van Guyana te maken met een geologisch bassin of stroomgebied. Dit bassin verbindt de drie Guyana's met elkaar en daarom is het de nieuwe hotspot in de wereld. It should be a collaboration between the three countries, but it's far away still. We have a vision that all the three countries should be sitting in this mechanism. We should be discussing the developments. Because if we want to make it sustainable, all the three are connected, as I said already in my previous presentation. We have to work with each other to harmonize things and try to build up the capacity and the competency to deal with these big companies. Because they can buy any competence they want. A government cannot do that. So you have to work together to learn from each other, learn from our mistakes. And they do that. The industry do that. I have been involved in a lot of these organizations also with the industry. They learn from each other. So our thinking of mechanism is that it's something to do with where we can sit together. I have talked last year about the quadruple helix model, which is you involve the governments, the industry, the academia and the NGO's. Dat was Leopoldo Enriquez, olie- en gasexpert van de One Basin Three Nation OBTN. Hij sprak vanmorgen bij de eendaagse training genaamd Introduction to the Oil and Gas Industry Course. De training is gehouden in de ballroom van Hotel Turarica.